Welkom bij Nijrode Bites, een serie van korte colleges door Nijrode hoogleraren over de invloed van corona op leadership, entrepreneurship en stewardship. Wat betekent de coronacrisis voor jouw organisatie en wat betekent dit voor de toekomst? Hoe pas je jouw leiderschap hierop aan? In deze serie gaan we in op deze en andere vraagstukken. We maken verhalen om onze complexe wereld te vereenvoudigen. Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance en voorzitter van het Nijrode Corporate Governance Instituut, vindt dat het tijd is voor een ander verhaal. We moeten groter denken voor een beter en nieuw narratief, die als medicijn kan dienen tegen de bijwerkingen van het kapitalisme. Met welke drie elementen ga jij in jouw organisatie aan de slag? Dames en heren, welkom. Een tijd geleden zei collega hoogleraar in Rotterdam, Jan Rotmans, hij zei ja, en ze, we leven niet in tijden van verandering, maar we leven in veranderende tijden. We hebben met elkaar in de afgelopen decennia een mooi verhaal opgebouwd. En dat verhaal is dat het kapitalisme een geweldig systeem is. En ik denk dat het waar is, maar er zijn wat bijwerkingen van dat medicijn. En daar wil ik het met u over hebben, om te zien hoe we dat kunnen aanpassen. De titel van mijn presentatie kwam voort uit een post op LinkedIn. Daar had ik wat gezegd over booking.com en u heeft dat allemaal in de krant kunnen lezen. En toen reageerde een bekende econoom nadat ik een post had geschreven over wanneer staat zijn wel en wanneer niet. En u raadt het al, ik vond dat booking.com niet in aanmerking kwam voor staatssteun. En toen zei die bekende econoom tegen mij, nou, zegt hij Leen, jouw moralisme, dat gaat het niet worden, want dat redt bedrijven niet. En waarop ik tegen hem zei, ja, dat kun je wel vinden, maar wanneer moeten we het dan over het moralisme hebben? Want ik denk dat dat belangrijk is. Vandaar mijn titel, Moraalridders of Roofridders. Dat is natuurlijk een zekere zwart-witte redenering, maar ik vond hem voor dit verhaal wel belangrijk om met u te delen. Dus, we hebben inderdaad iets te kiezen. We moeten met elkaar een iets ander verhaal bedenken voor het systeem van vandaag. En daar ga ik het met u over hebben. We hebben met elkaar altijd de neiging een verhaal te bouwen, een narratief. En dat narratief is datgene wat leidend gaat worden in ons denken. En dan is de vraag, waar komt zo'n narratief vandaan? Nou ja, dat is natuurlijk een lang verhaal, maar ik zal het proberen u kort te duiden. Antonio Damasio heeft een boek geschreven en dat gaat over cultuur. En hij bouwt het op langs de ontwikkeling van de mens, van eencellige, meercellige, tot uiteindelijk een mens met een zenuwsysteem, met hersenen en bewustzijn. En dankzij dat bewustzijn hebben we uiteindelijk taal gekregen. En met die taal maken we dus een verhaal. Maar dat verhaal is altijd een vereenvoudiging van een hele complexe wereld. Dat is omdat wij natuurlijk die complexiteit hanteerbaar willen maken en omdat die complexiteit anders zo groot is dat we het ook niet meer kunnen begrijpen. Daarom is taal belangrijk, taal doet ertoe en met die taal maken we een verhaal. En dat verhaal, wat we nu inmiddels een jaartje 50, 60 met elkaar hebben, is het verhaal dat het kapitalisme het beste is wat je kan overkomen. En dat heeft het gewonnen van het socialisme en van het communisme. En ik zeg, ja, dat klopt wel. Maar toch zitten er een paar randjes aan die beter zouden kunnen. En we leven dus ook in onzekere tijden. En Mervyn King en John Kay hebben een boek geschreven, Radical Uncertainty. En daarin zeggen ze ook, ja, je moet de vraag stellen, wat is er aan de hand? En wat is er aan de hand, betekent dat je natuurlijk oog moet hebben voor de complexiteit en datgene wat gebeurt. En daar een goed zicht op krijgen is best ingewikkeld. En dus, zei Nassim Taleb in zijn boek Voelbaar Randomness, ja, we hebben altijd de neiging een verhaal te maken, een novel, een myth or a tale, maar uiteindelijk zijn dat inderdaad manieren om de complexiteit vooral een beetje te verstoppen en een beetje te verbergen. En in dat verhaal van het kapitalisme zoals het nu is, dat hebben we vooral te danken aan Nobelprijswinnaar Milton Friedman. En dat boek Aan ons de keus, wat u hier ziet, dat heb ik ook in mijn kast staan. En in die tijd, jaren 80, dat ik studeerde, was dat ook inderdaad een goeroe waarvan we zeiden, ja, hij weet hoe het is. En zijn quote is, the only business of business is doing business and making a profit. Ik doe onrecht, maar dat was al ongeveer waar het op neerkwam.
En dat systeem heeft er uiteindelijk toe geleid dat we na 50, 60 jaar in dat dogma zijn gaan geloven, dat paradigma zijn gaan aanhangen en, schrijft dan iemand anders, the winners takes all. En dat is wat er nu op dit moment aan de hand is, dat er dus inderdaad een grote concentratie ontstaat bij een aantal bedrijven die dus zoveel macht naar zich toe trekken, dat dat zo zorgwekkend is dat zelfs het IMF daar een paper aan heeft gewijd en zei van nou, hier moeten we nog wel eens even over nadenken. Dus in september 2018 mocht ik weer een oratie houden. De oogkleppen van het paard en de blik van de adelaar, u kunt het googlen en u kunt het vinden. En daarin heb ik aangegeven wat dan de bijwerkingen zijn van dat medicijn kapitalisme. En dat we dus met elkaar ook moeten gaan zorgen dat we die bijwerkingen een beetje bijstellen en daarmee het systeem misschien toch wat gaan veranderen. En dus een ander verhaal nodig hebben dan wat we nu met elkaar hebben opgebouwd. En wat we nu doen is dat we het bruto binnenlands product tot de maat der dingen hebben gemaakt. Dat is wat we geweldig vinden. Het gaat over groei. En ook vanmorgen op de radio hierheen, dan hoor je dat we gaan krimpen. En dan zijn we direct van slag af. O jee, de economie krimpt. En dat past niet in het dogma en in ons verhaal en in onze overtuiging. Het moet groeien. En als u even deze grafiek ziet, dan ziet u wat er met het BBP is gebeurd in twee millennia. Natuurlijk, met een schaal kun je alles laten zien. Maar de boodschap is duidelijk. Het BBP is enorm gestegen. Enorm. En dat is aan de ene kant goed, want dat duidde op groei, maar alweer bijwerkingen waren er ook. En een van die bijwerkingen is dat we inmiddels met elkaar een enorme schuldenberg hebben opgebouwd. En die schuldenberg die loopt alleen maar meer op. De crisis van 2008 ontstond door overkreditering. En wat was nou de oplossing voor de kwaal? Jawel, we stoppen er nog meer krediet in. Ja, de vraag is dan, kan dat goed aflopen? En het antwoord is, ik weet het ook niet, maar op zijn minst ben ik er niet gerust op. En in die eeuwige groei naar meer en meer en meer, hebben we dus ook met elkaar de CO2-emissies zodanig vergroot dat die nog steeds exponentieel stijgen. En die exponentiële functie, die kennen we ook allemaal dankzij de coronacrisis, want daar ging het over flattening the curve. Nou, met CO2, dames en heren, is dat in het geheel niet gelukt. En dan, of je gelooft in opwarming van de aarde of niet, in ieder geval één ding is zeker, naar mijn overtuiging is daar sprake van, en zie je dat ook terug in de gemiddelde temperatuur die op aarde wordt gemeten. Ook daarin kun je naar hele grote tijdschalen kijken, maar alweer, ik denk dat dit aan de hand is en dat dat te maken heeft met die CO2-emissies. Een ander punt is dat we dus de aarde ook in toenemende mate meer uitnutten dan eigenlijk kan. Dus er is een mooie graadmeter, dat heet de Earth Overshoot Day. Dat wil zeggen, op welke dag hebben wij als land of als wereld inmiddels zoveel uit de aarde gehaald aan resources, dat het eigenlijk zou moeten stoppen omdat de aarde niet meer aan kan. Voor Nederland, dames en heren, is die datum 3 mei. Dus op 3 mei hebben wij alles opgebruikt wat eigenlijk ons rechtmatig deel zou zijn. En we leven dus nu in feite ten koste van anderen, omdat we de aarde meer benutten dan eigenlijk nodig zou zijn. Dat is ook een fenomeen. En dan hebben we ook nog een keer te maken met een dalende arbeidsinkomensquote. Dat wil zeggen, als we kijken naar de verdeling tussen wat krijgt de factor kapitaal en wat krijgt de factor arbeid, dan zien we dat de factor kapitaal meer krijgt, in toenemende mate meer krijgt, dan de factor kapitaal. Dat ziet u in die dalende lijn. En dat heeft er mede toe geleid, dat aan de rechterkant duidelijk wordt, dat de ongelijkheid in de wereld is toegenomen. De famous 1% of de 10%, hoe je het maar wilt meten, krijgt meer dan diegene die aan de onderkant van het gebouw zit. En Piketty heeft daar natuurlijk een mooi boek over geschreven, en ook dat, als u wilt, kunt u lezen. En vroeger dachten we nog, ja, we hebben trickle-down economics. Dus als het met de rijken beter gaat, dan gaat het ook met de armen beter. Want dat druppelt vanzelf naar beneden. En dat sprookje is inderdaad ook een sprookje. Ook zo'n verhaal wat we elkaar hebben verteld. Daarvan zegt nu de Wereldbank, dat klopt niet. Dus wij geloven niet meer in trickle-down economics.
En dus, als je kijkt, en dit is de Edelman Trust Barometer, die elk jaar uitkomt, je kunt die ook googlen, dan is het kapitalisme op dit moment een beetje onder vuur komen te liggen. En 56% van de geïnterviewden denkt dat dit systeem niet meer goed genoeg werkt voor hen. Dat is dus meer dan de helft en daarmee ook een zorgwekkend percentage. Want dat zou er wel eens toe kunnen leiden dat er dus ook een vorm van weerstand komt die je ook terug kunt vinden. En of je dat nou populisme noemt of demonstraties, het is aantoonbaar aanwezig in de maatschappij. En ook het gevolg is dat het vertrouwen wat mensen hebben in instituties ook dalend is. En dat is ook linkersoep, want er is een Franse socioloog die ooit een mooi boek schreef en dat ging over een begrip wat hij noemde anomie. Het was meneer Durkheim. En anomie wil zeggen dat als mensen het geloof verliezen in instituties, dan zou dat zomaar kunnen leiden tot revolutie. Gaat dat snel? Nou, misschien niet. Maar alweer, als u de tekenen van de tijd ook ziet, ook vandaag wat er gebeurt, dan zou dat zomaar kunnen zijn. En het vertrouwen in bedrijven is zomaar even in één keer 25 punten gedaald. Van boven de 50 naar 29. Dat is ook dus niet goed. En dus is er een vraag, ja, goed en fout in het Nederlands bedrijfsleven, het is maar hoe u het wil zien. Maar er zijn een aantal collega-hoogleraren die hebben een brief geschreven waarin ze zeiden, nou, we zouden in de wet moeten opnemen dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord dienen te gedragen. Daar is op dit moment heel veel discussie over. Persoonlijk denk ik dat dat een goed idee is. En sommige juristen zeggen, ja, open normen, het is niet goed te definiëren wat dat maatschappelijk verantwoord is. Dus dat moet je niet willen. Ik denk dat het wel kan, dat we als samenleving met elkaar dat gesprek aan moeten gaan om te zorgen dat uiteindelijk dan wel helder wordt wat dat maatschappelijk verantwoord ondernemen inhoudt. En mijn voorbeeld daarvan is Feike Siebesma, tot voor kort de CEO van DSM, die ook als geen ander zei van luister, je moet als bedrijf natuurlijk wel een bijdrage leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Want als je dat niet doet, dan is de vraag of je wel bestaansrecht hebt. En ik vind dat een hele mooie uitspraak. Dus iedere CEO zou na moeten denken over de vraag, dient mijn bedrijf het maatschappelijk belang? En dat betekent dus dat je na moet denken over de belangen van alle stakeholders. En alweer in die Edelman Trust Barometer komt dat ook naar voren. Mensen verwachten dat ook. Dat inderdaad alle belangen van alle mensen, alle stakeholders in oogenschouw worden genomen. 87%. En 73% daarvan zegt, en bedrijven zouden daarin voorop moeten gaan. U kunt met mij en elkaar in discussie gaan over de vraag of dat inderdaad gevraagd mag worden van die bedrijven. Maar men vindt dat en ik denk dat dat ook wel terecht is. En waarom dat ook belangrijk is om daarin met elkaar samen op te trekken. U kunt dit grafiekje niet lezen, maar u kunt het rapport wel downloaden. Het is het World Happiness Report 2020. En wat in deze grafiek te zien is, is dat er een relatie is, een correlatie is, want oorzaak-gevolg vindt elke wetenschapper knap en ingewikkeld, maar er is een correlatie tussen het social well-being, hoe fijn vinden wij het in een maatschappij, en hoezeer wij de Sustainable Development Goals van de United Nations met elkaar ook inhoud en invulling geven. Hoe hoger we scoren op die Sustainable Development Goals die we in 2030 zouden willen realiseren met elkaar, hoe beter het is voor het social well-being en het geluksbevinden van mensen. En in die rode cirkel, die ik daar heb getekend bovenaan, daarin vindt u dus vooral de Noordic landen. Nederland zit er ook in, maar de Noordic landen, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Nederland zijn landen die dus goed scoren op die SDG's en dus ook een hoge geluksscore hebben. En ik denk dat die correlatie van belang is om met elkaar een oogenschouw te nemen. Dat is dus wat we voor de hele wereld zouden moeten willen proberen te realiseren. En daarmee hebben we dus ook een ander verhaal nodig. We moeten groter gaan denken voor een nieuw en een beter verhaal. En ik denk dat dat heel goed te doen is, maar in ieder geval er zitten drie elementen in die ik zelf belangrijk zou vinden. Dat is inclusiviteit, iedereen doet ertoe. Dat is meer gelijkheid, omdat dat bijdraagt aan meer welzijn van mensen. En goed is voor de samenleving en de sociale rust en connectie met elkaar. En een circulaire economie, omdat we nu te veel van de resources gebruiken.
En of die dat nou wil vinden in een energiewende of in de Sustainable Development Goals, daar mag u zelf over nadenken. U vindt vast met uw bedrijf wel een manier om daar een poging toe te doen. Want wat ook blijkt uit die Edelman Trust Barometer, men verwacht dat CEO's de leiding nemen. Men verwacht dat bedrijven daarin voorop gaan en dat CEO's die boodschap uitdragen, dat verhaal ook vertellen. En dat is dus niet alleen maar voor jezelf zorgen en voor je bedrijf. En terug naar de quote van Milton Friedman, dat het gaat om het maken van winst. Nee, het gaat om het welzijn van ons allen. En dan heb ik nog alleen waarschuwing voor diegenen die denken dat je door middel van hoge bonussen en hoge salarissen de juiste mensen aantrekt. Het antwoord is nee. Dit is heel recent onderzoek en uit dat onderzoek blijkt dat als je voor heel veel geld mensen weet te vinden en die ook heel goed betaalt, dat dan ook mensen blijken te zijn die niet zoveel interesse hebben in diegenen die aan hun gezag zijn toevertrouwd. Met andere woorden, het zijn even platgeslagen iets grotere egoïsten dan goed is voor het bedrijf. Dus denk na over wie u aantrekt, met welke competenties. Denk na over de manier waarop u hem of haar beloont, want het zou zomaar kunnen zijn, als u het overdrijft, dat u daarmee de verkeerde mensen krijgt. En tot slot, mijn favoriete quote van Arie de Geus, die ooit een boek schreef, De Levende Onderneming. Die zei van ja, ondernemingen gaan dood omdat managers te veel bezig zijn met het nadenken over het produceren van goederen. En ze vergeten dat een onderneming altijd de facto een samenleving is van mensen die samen met elkaar iets moois willen bereiken. En dat krijgt te weinig aandacht en ook dat is nodig, want mensen willen ergens bij horen, willen ook het gevoel hebben dat ze een mooi doel dienen. En tegenwoordig hebben we dan ook een mooie discussie over purpose. Dat is waar het over zou moeten gaan. Daarin is dat verhaal ook denk ik heel belangrijk, dat we met elkaar iets anders gaan vertellen, andere accenten gaan leggen. Want ja, kapitalisme is goed, maar we moeten wel een beetje rekening houden met de neveneffecten en daarmee moeten we dat verhaal zeker bijstellen. Dat is mijn persoonlijke drijfveer, want ik heb een paar kleinkinderen en die twee jonge dames, die hebben een toekomst nodig. Het gaat niet meer om mij als 64-jarige, maar om hen. Dus, waarde ondernemers en leidinggevenden in welke organisatie dan ook, ik hoop dat u hiermee iets anders kunt gaan nadenken over datgene wat we met elkaar gecreëerd hebben. Dat u dat verhaal ook kunt veranderen en dat dat verhaal voor u en uw kleinkinderen ook leidend zou kunnen worden om daarmee uiteindelijk een betere samenleving te maken met het welzijn voor ons allen. En als u na deze bite nog wat vragen zou willen stellen, u kunt ze mij altijd stellen via de mail, via mijn mobiele nummer, via Twitter, LinkedIn, maakt allemaal niet uit. U krijgt van mij antwoord. En daarmee wens ik u ongelooflijk veel succes om datgene te doen waar u zelf trots op kunt zijn en vooral ook uw kleinkinderen. Dank u wel en het gaat u goed. Bij Nijrode faciliteren we ontmoetingen. Ontmoetingen tussen organisaties, professionals en de wetenschap. Bij Nijrode bouwen we bruggen, ook in ingewikkeldere tijden. Wil jij, naar aanleiding van deze Nijrode Bite, met ons in contact komen om te brainstormen over jouw organisatorische of persoonlijke vraagstuk? Neem dan contact met ons op via bites@nijrode.nl.